Voor de 40ste keer vond vandaag in Sportpunt Zeeland in Goes het jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi plaats. Daar doen ruim 1200 voetballertjes aan mee. Wij genieten net zoveel als die kinderen, want je ziet dat die kinderen genieten, dus wij genieten ook mee. En voor ons, ik heb het eerst gedaan voor mijn eigen kinderen, nu voor mijn kleinkinderen dus. Veel vrijwilligers offeren er hun vakantie voor op. Ja, maar ik heb altijd vakantie, dus dat maakt niet meer uit. En dat is met veel van ons. Maar er zijn dus gewoon mensen die inderdaad hun kerstvakantie opofferen. De organisatie zoekt nog nieuw bloed. Er zijn nog geen opvolgers. Eigenlijk zou er wel wat jongere mensen bij moeten komen. Het voetbaltoernooi duurt nog tot en met zaterdag.